Bij deze Jallo is het zo dat je de meeste antwoorden kunt vinden op Marktplaats. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar The Red Queen Kills 7 Times. Uit 1972. The Red Queen Kills 7 Times. Twee hele jonge meisjes die wonen in een heel groot kasteel. En het is gewoon een kast van een eeuw. En die wonen daar onder andere met hun opa. Ze hebben een beetje oneenigheid over een pop die ze hebben. Dan komen ze bij die opa en dan zien ze het schilderij van de Red en de Black Queen. Daar zijn de meisjes van onder de indruk. Een van de twee meisjes begint in één keer rare trekjes te vertonen en gaat in één keer die pop te lijf met een mes. En dan onthoofd ze de pop en voordat ze iets verder kan doen grijpt de opa in en rijdt net op tijd op het mes voordat er iets ernstigs kan gaan gebeuren. En hij zegt, vroeger was er dus een legende die zegt dat de Red Queen is vermoord door de Black Queen. In één keer komt ze terug om wraak te nemen. Dat komt omdat de Black en de Red Queen twee zussen zijn. En deze geschiedenis herhaalt zich dus kennelijk om de 100 jaar. En de meisjes vragen, maar wanneer is dat dan, opa? En opa zegt, nou, dat zou dan ongeveer over 14 jaar zijn in 1972. Cut to 1972! Opa, die woont nog steeds in dat kasteel. Die wordt 's avonds wakker van een geluid. En dan schrikt hij van een gedaante in een rode cape. Hij schrikt zodanig dat hij gewoon een hartaanval krijgt en sterft. Een van die twee zusjes, Kitty genaamd, die werkt bij een groot modehuis, Springen. De baas van het modehuis heet Hans. Die papt een beetje aan met een van die modellen. Hij wil een van de seksuele behoeftes samen met dat model, waar hij mee flikflooit, ten uitvoer brengen. Precies. Op het moment dat ze daarmee bezig zijn, wordt Hans vermoord door iemand ook in een rode cape. En dan weten we al, oh jee, 7 keer zou dit wel eens kunnen gaan plaatsvinden. En dat is een beetje het geheim van The Red Queen Kills 7 Times. Exact. Het lijkt wel een slasher. Het lijkt een slasher, maar het is een giallo! Wat had ik zin in? Het is inderdaad een giallo en dat zie je natuurlijk meteen aan de stijl van de film. En dat hoor je ook aan de soundtrack. Dat zie je aan de mooie vrouwen. Dat zie je aan een modehuis. Ja, ja, ja. Veel van die giallo's. Gialli. Die spelen zich heel vaak af rond een modehuis. Want dan kun je gewoon zoveel mogelijk vrouwen laten zien. En waar je het ook aan ziet, is aan de sets. En een van deze sets is zelfs een set geweest van een giallo die wij al eerder gedaan hebben. Dat klopt. Blade of the Ripper inderdaad is de eerste zelfs die we gedaan hebben. Nou, en wat ook bij giallo films het geval is, is dat er natuurlijk te pas en te onpas wat borstjes tevoorschijn komen. Geen problemen mee. Hebben wij geen problemen mee. Kijk, wij kijken daar wel naar. Dus er zit dus één dame in waarvan wij dachten, nou, daar zijn we wel benieuwd naar. Eigenlijk al vanaf het begin zei jij, oh, nou, daar wil ik ze wel van zien, hoor. Ja, dat is een Barbara Bouchet. En dat duurde vrij lang. Dus op het moment dat die eindelijk in beeld kwamen, zaten wij heel hard te juichen. Nee, maar we zaten wel op een heel ongepast moment te juichen. We gaan het niet moeilijk doen. Wij zaten te juichen op het moment dat je niet hoort te juichen. Precies. Maar goed, we konden dan wel bijna een uur zaten te wachten van, zal het, kan het, mag ja. het. En ja. toen kregen we ze te zien. Ja. En dan is het toch wel gewoon juichen. Maakt toch niet zoveel uit. Ja, ja. Ik bedoel, we hebben al genoeg films gezien waarin dat gebeurt, waarin we ook wel. Dat is net bij Superstition dat we zaten te wachten dat toen ze al dood waren. Ja, precies. Nou, en hier hoeven we niet eens te wachten tot ze dood waren. Nee. Maar goed, juich je op zo'n moment normaal? Nee. En dat zouden we ook normaal niet doen. Nee. Maar goed, het is maar een film. Je hebt mij al meerdere giallo films laten zien, ja. Voordat ik weer giallo's. Ja, precies, dat is zo'n dus je hebt mij al meerdere giallo films laten zien. De meeste zijn vrij onbegrijpbaar eigenlijk, vind ik, tot nu toe. Ja. Deze is vrij goed te begrijpen en je kunt het goed volgen. Ondanks dat we het in het Italiaans hebben gekeken, was het nog redelijk goed te volgen. Ja, er zitten wel wat twists in, maar ook die zijn goed te volgen. Ja.
De motivatie klopt, zou jij zeggen. Ja, de motivatie klopt, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Oh, okay. Oh ja, ik snap het. Ik snap waarom. De film weet dan nog wel op een bepaalde manier je om de tuin te leiden. Dat je denkt, oké, dat had ik dan weer niet verwacht. Nee, precies. Dat klopt. Ja, ik vind het zo moeilijk om Jello films om daar een oordeel over te vellen. Ja, precies. Ja. Omdat ik inmiddels al wel weet wat je kan verwachten. Ik kan verwachten, wat de spil is van een Jello film. Dus wat dat betreft is het gewoon een Jello film die alles volgt. Ja, het is een formulematige Jello. Ja, mooie locaties. Ja, zeker. Behalve het politiebureau. Dat vond ik echt niet uitzien. En over het politiebureau gesproken, er is natuurlijk altijd ook een politieonderzoek in een Jello. En de politieagent, die deed mij een beetje denken, en jou aan iemand anders, maar mij aan Freddie Mercury. Hij doet ook denken aan Sacha Baron Cohen, oftewel Borat. En die had bijna Freddie Mercury gespeeld, omdat inderdaad die toch enigszins op elkaar lijken. Dus vandaar. Ik heb nog eens even zitten tellen, JP. The Red Queen kills 7 times. Als wij alle doden tellen, mm-hmm, komen we op 8. Dan komen we op 8, inderdaad. Want, maar dat komt omdat er eentje is omgekomen, per ongeluk. Ik denk dat opa niet gestorven had hoeven te worden. Ik denk wel dat de bedoeling was. Zou je denken? Maar ja, welke is dan het ongeluk? Herbert. Die oh, Herbert. Oh ja, natuurlijk, Herbert. Ja, dat is niet de bedoeling. Nee, ho, wacht. Nee, nou moeten we even gaan tellen. Dat klopt het niet. Vanaf het begin doen, want ja, dat is makkelijker. Ja, dus opa. Ja. Leonor. Ja. Elizabeth. Lulu. Lulu. Rosemary gaat dood. Ja, maar door de Red Queen. En Stanley. Nee, maar serieus. Als opa niet dood was, was heel deze film voor jou lul geweest. Ja, het gaat om het testament. Dus het ik gaat neem om het aan testament. Dat de Red Queen wel degelijk van plan was om die opa ook te vermoorden. Ja, dus dan is er ergens iets misgegaan. Goed, maar zoals dus de meeste Giallo's... Het is een legende van niks. Nee, het is een legende van niks, maar daar gaat het niet om. Wat ik wil zeggen is dat alle karakters wel een bepaalde connectie hebben. Ja, dat vind ik dus, denk ik, ook het leuke aan Giallo-films. Dat ze juist heel goed nadenken over de motivatie van een moordenaar. In kern zijn het vaak gewoon, ja, alsof je een soort crime novel leest. Ja. Van, ik ben benieuwd wie de moordenaar is. En dan wil je het verder lezen, omdat je wil, en dat bij een Giallo is dat je wil verder kijken om te weten of je gelijk hebt. Het zijn voorlopers eigenlijk op slasherfilms. Die kunnen wel degelijk een whodunit aspect hebben. Mm-hmm. Dat is gewoon zo. Maar deze, die doen het erom. Die doen het erom. Whodunit erom. Dat maakt het interessant, omdat je dan ook blijft kijken. Ja. Ondanks het feit dat het niet altijd een goede film is. In dit geval vond ik hem zeker wel vermakelijk. Ik ook. Of het echt een aanrader is, dat durf ik niet te zeggen. Ik, nee. Hij is degelijk gemaakt. Ja. Hij is te simpel, denk ik. Nou, nee. Weet je wat het is bij deze? Je hebt te weinig met de characters. Die Barbara Bouchet, zeg maar de hoofdrol, Kitty, ja, is niet interessant. Zij is alleen maar angstig en bang. En ze wordt elke keer opgevangen door Martin. Martin is ook niet interessant, want dat is eigenlijk gewoon een player. Die ongelooflijk gewoon graag de aandacht krijgt van al die meisjes. Dus dat maakt hem niet sympathiek. En ik denk dat de crux is. Dat is de reden waarom die niet helemaal beklijft. Omdat je niet helemaal mee kan gaan in hun avontuur. Maar desondanks wel een heel degelijk gemaakte Giallo. Is het een aanrader voor cinemaatjes? Nee, om de juist genoemde reden. Dat wil niet zeggen dat het een slechte film is. Dat wil ik gewoon nog even gezegd hebben. Dat is het absoluut niet. Het is geen slechte film. Nee, want als je sowieso de eindscène ziet, dan denk je, wow, daar hebben ze wel echt veel moeite in gestoken. Jazeker. Net zoals wij. Tot de volgende keer! Maar zij is wel, of hij,
heeft wel een mes.